uit elkaar gescheurd worden. En hier dan nu toch, net voor de Sint, en met Sinterklaas weer compleet zijn. En dat is mensen echt een applausje waard. Ze zijn er weer. Goed, ik stel voor, ik heb via die sms begrepen dat de Sint in de buurt is. En kindjes, misschien is het goed om straks allemaal wat naar voren te komen. Om de Sinterklaas echt een warm welkom te heten. Dus ik zou zeggen, kom hier lekker naartoe. Loop weg bij je ouders, althans voor dit moment. Ik mis de ketting. Ai. Ja. Maar Sinterklaas zorgt overal voor. Dat weet u. Vandaar Sinterklaas heeft de ketting meegenomen voor u. Fijn. Ja, hè? Moet er wel zien. Is het een beschaafde ketting, zie? Ja, het is een hele beschaafde ketting. Sinterklaas. Zal ik helpen? Ja, doe dat maar even. Draait u het even om. De baard zit in de weg. U bent dus niet de bosbond, maar voor Andries, maar die de prof komt. Daar ben ik. Het is u van harte gegund. Ik ben er bijzonder blij mee. Is het uw bedoeling dat ik hem iedere dag draag? Nou, het is waarschijnlijk alleen bij gelegenheden zoals deze. Chique gelegenheid. Ja. Openbare gelegenheid. Openbare, ja. Ik beloof Sinterklaas heel plechtig dat ik hem zal gaan gebruiken. Hij komt op mijn kamer te hangen en in geval van gelegenheden zal ik hem zeker omdoen. Nee. Omdoen. Want u weet dat u van klinkuurmeester bent opgekomen. Ik moet zeggen, dit voelt als een promotie. Daar waar ik vorig jaar werd neergezet als keurmeester, daar waar het met name, begreep ik van u, de dames betrof, en niet zozeer klimmateriaal, want daar heb ik niet zoveel verstand van.
ben ik gepromoveerd tot burgemeester van het schitterende dorp met die hele mooie kindjes. En met de keuren tegenwoordig? Het keuren is gedelegeerd, daar zijn, de heer McKenzie, vader McKenzie, die kent. Die kent ik. Een van de lelijkste vaders achterin, in het roze shirt. Nee, het is geen mijter wat hij draagt, het is zijn hoofd, Sinterklaas. Ik dacht ook al concurrentie, maar nee hoor, Sinterklaas, u bent de enige echte voor ons. En nogmaals, laten we de Sinterklaas met een heel warm applaus welkom heten. Niet te vergeten, deze schitterende Zwarte Pieter. Hoe heet jullie? Piet. Ja. Alleen Piet. En deze Piet? Piet. Alleen Piet. Sint, er valt iets op. Ja. De kinderen weten met de rare Piet, die heeft eerst het boek kwijtgemaakt. En nou heeft hij de staf kwijtgemaakt. Is dat een van die Pieten daar? Nee. Misschien dat de Piet in de zak kunnen? Nee, die zijn heel lief, die Pieten. Nee, die doen geen vliegkwaad, alleen mij. Maar dat even te zijn. Dat vind ik niet fijn. Rare Piet, die is nu bezig in het magazijn. Bezig in het magazijn? Om de staf te zoeken. De staf te zoeken? Ja. U heeft toch een staf? Nee, ik heb maar een halve staf. En dus moet je zien, dan breekt wat hier. Als ik dit doe, ga ik van mijn stokje. Wilt u zitten? Nee, ik ga hier eens een staf zoeken. Oké. En dan vraag ik de kinderen, willen jullie roepen allemaal Piet, Piet? Misschien dat hij dan tevoorschijn komt, want ik weet niet of hij weet dat hij hier moet zijn. Het is niet de slimste Piet, begrijp ik. Nee, het is een rare, domme Piet, zoals meer van die zwartwerkers. Dus kinderen... Ik begrijp dat u nog midden in de verkiezingstijd zit. Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Nee, lijkt me goed. Kinderen, als jullie nu allemaal Pietjes willen roepen, dan hoort hij ons misschien. En misschien kan Sinterklaas dan eindelijk zijn staf krijgen. Want zo kunnen we niet beginnen, kindjes. Een halve staf, kunnen we niet verder. Om. Zullen we maar eens beginnen dan? Piet! 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 Piet, Sint, kom maar, ik kom aan! Piet, ik kom aan! Ik heb hem gevonden! Dit is hem! Ik heb de staf gevonden! Klopt. Eindelijk een verstand. Is dit de staf van Sinterklaas? Dit is hem toch? Ach, Piet. Hier, dit is hem. Toch? Nee. Nou, dat past precies. Ach, nee. Ja, hè? Ja, toch? Zo is hij. Kinderen, ik denk dat jullie veel verstandiger zijn. Zullen we met z'n allen eens gaan zoeken waar die is? Kom op. Gaan jullie mee? Gaan wij hem zoeken? Die Pieten kunnen we toch niet. Het is niet zo slim. Nee. Zoeken. Hier is hij!
keer van de stad hier. Nee, klimmaterialen gezinnen tussendoor de heer Travaillé. U kent Alex Travaillé, neem ik aan? Jazeker. Die vroeg daar net of de staf van u, die wel EN1004 geëngineerd was, dus misschien dat Johan daar iets over kan zeggen, maar dat het feit is. Die staf die is tuf gekeurd. Tuf gekeurd, ja. Maar goed, u. Ze hebben het omgedraaid, dus het is nu fut. Futkeuring. Voor ouderen gaat de futkeuring. Naast zij Alex en de man dat hij zijn grapje bedoelde. Hij zegt, zou jij het niet te doen zonder staf? Ik als burgemeester van de kerk, zonder staf, lijkt mij wel makkelijk. Je bent wel eerder klaar met verhalen. Dat ben ik een hoofdrekker. Sinterklaas, bent u in staat om nou te starten? U bent dus compleet. Ja, zeker. Alle pieten zijn in huis, deze Piet ook welkom. Dank u, meneer de Hertsen. Het is een feest om hier te zijn. Fijn, fijn. Het is wederzijds. Zal ik dan de microfoon ritueel aan u overhouden? Het staat oké. Dank u, dank u. Ik wil kinderen eerst even een groot iemand heel hartelijk welkom heten. Dennis. Dennis, jongen, wat ben ik blij dat jij gekomen bent. Ja, Dennis! Het heeft heel veel voeten in aarde gehad, maar ik groet je in de nerd. Het is allemaal weer compleet. Begrijp je nu waarom Sinterklaas niet getrouwd is? Ja, ik denk dat inderdaad. Nou, wij vinden het hartstikke leuk dat je toch gekomen bent. En wij heten je als hartelijk welkom. Want je zult straks ook begrijpen waarom jij heel belangrijk bent hier. Maar ik vind het leuk je te zien. Goed zo, goed zo. Hij verdient wel wat. Zo kinderen, eindelijk na een jaar, dan zijn we er weer. En ik heb net Dennis verwelkomd, want jullie weten dat in het Zwarte Pietenhuis was het boek weg, het was helemaal verkleurd en de computer deed het niet. En toen heb ik aan Dennis gevraagd, want ik wist natuurlijk, ik ga een keer weer naar Alfrechts toe. Heb ik aan Dennis gevraagd, want het schijnt een hele goede hacker te zijn. Of heet het niet zo, hacker? Een hacker. Dus die heeft op de computer van Sinterklaas heeft die ingeboden. En heeft hij alle bestanden van alle kindertjes van Alfrechts, heeft hij gepotlood. Hoe heet dat? Potloden toch, hè? Ja, gepotlood.
zoiets als downloaden, maar dan overschrijven. Potloden. Ja, dat zeg ik toch. Hij heeft het allemaal overgeschreven. En toen heeft hij dat mij opgestuurd. Dus nou weet Sinterklaas allemaal wat jullie in je schoen willen hebben. Nou, dat vind ik wel een applausje waard voor meneer Dennis. Want zonder hem hadden we helemaal geen feestje gehad. Want jullie weten wat er allemaal gebeurd is met die stomme Pieten. Met die sorry Piet. Die zegt alleen maar sorry terwijl hij helemaal niks doet. Nou, ik vind deze Pieten die je nu hebt meegenomen, die kunnen, ja, behalve dat een nare Piet. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Jullie weten weer nergens van natuurlijk. Maar Sinterklaas heeft natuurlijk ook wat leuke dingetjes meegenomen voor het kind. Piet, kun jij eens de tas van Sinterklaas pakken? Sinterklaas, de zak van Sinterklaas bestaat bij deze niet meer. Nee. We gaan het heel beschaafd houden nu. Het heet nu de tas van Sinterklaas. Ik heb hem weer niet. Ik heb hem verstopt, denk ik. Ja, dat zal weer. Dat zal weer. Oh. Heb je hem gevonden, Piet? Ah, gelukkig. Ik had hem gevonden. Zo, kijk mee. Ah, daar is de tas op Sinterklaas. Dankjewel. Even kijken. Sinterklaas heeft wat cadeautjes meegenomen. En ik wil wel eens Jelle. Is Jelle hier? Ja. Jelle. Jelle bij haar. Kom maar eens even. Want jij bent een echt. Jij vindt eten lekker. Ja, vorig jaar was het aardbeien met ijs. Is dat nou nog zo? Maar dan moet je weer elk jaar naar Wimbledon, moet je weer tennissen, aardbeien met ijs eten. Is ook niet leuk, hè? Nee, en nou heb je weer wat anders gekozen, wat je lekker vindt. Ik denk dat Sinterklaas wel weet wat het is. Daarom heeft Sinterklaas een cadeautje voor jou gekocht. Zullen we het samen uitpakken dan? Met de Piet. Zo. Goed zo, dan kan jij dat voor ons. Ja, je hebt ook ons al uitgepakt. Wat is dat nou? Wat is dat? Dat vind jij lekker, hè? Wat is dat? Eten, hè? En vind je dat zo lekker? Mag jij helemaal alleen poppen? Lekker, hè? Ja. Ja, ja. Gideon, daar is Gideon. Ja, ik zie hem al. Gideon studeert voor hulppiet. Ja, weet je wat Gideon heel graag doet? Nee, Gideon doet het heel goed. Want die neemt de snoepjestrommel van huis mee. En dan ga je alle kindjes in je voet snoepjes geven. Ja, lief is dat, hè? Maar dan denk papa en mama natuurlijk, ja, die snoepjespot, die moeten we verstoppen. Anders neemt die jongen. Dus daarom, die jongen, krijg je een eigen potje van Sinterklaas. Dus die ook nog wel? Je hebt nog één potje. Piet, zullen we eens een leuk liedje gaan zingen? Ja. Dat vindt Sinterklaas wel leuk. Ja, jullie ook. Een beetje gezelligheid mag doen. Anders wordt het zo'n kooi hoor. Nee, dat is niks aan. Kunnen jullie een dansje doen?
Misschien willen de kindertjes wel mee. Ja, dat moet wel staan. Meertje bijvoorbeeld, Meertje kan heel goed dansen. Die vaar je destiny kan ook heel goed dansen. Ja, ja. Nee, we doen het allemaal naar Tjoetje. Tjoetje, ja. Oh,
Oh, helemaal. Die is wel een beetje ziek. Jij zat in het hoekje. Ik vind het, ja, dat vind ik zielig. Want jij dus geen snoep. Oh, geen pepernootjes. Maar wel chocola. Maar snoepjes. Vind je dat nou niet erg met Sinterklaas? Want dan komen, gooien ze allemaal snoepjes en heb jij niks. Zielig vind ik dat. Nou, daarom heeft Sinterklaas wat voor jou meegenomen hoor. Eet ze maar lekker op. Hallo. Mama, papa, Lars. Lars, kom eens hier. Deugt niet. Hè? Oh, kijk, dat haar is, hè. Spreekt al vanzelf, dat is lollig. Maar jij bent een echte clown, hoor je. Klopt dat? Doe je dat heel gek? Hoe gek doe je dat? Laat ze niet zien. Nee, laat je dat niet zien. En als je deze neus nou opvoedt, laat eens kijken wat een echte clown allemaal kan. Zo, nou is het een echte clown. Mama, kom maar een woordje, hè. Dankjewel, jongen. Ga maar lekker gek doen. Nou, ik weet niet of het liedje wel weer leuk hoor. Een liedje. Ja, altijd leuk. Maar een liedje waarop de oudjes mee kunnen zingen. Ik denk het wel. Is alleen, nee, oudere mensen mogen ook zingen. Dat is een soort bejaardiging. Ja. Wat gaan we dan? Ja. Doe maar. Ja, die kunnen oudjes ook zo.
echt een applaus aan. Nou, dan heb ik nog een klein zorgenkindje. Petertje, Petertje Burema. Boerema heet het volgens mij. Hoe heet het? Petertje Boerema. Boerema? Ja, dat is hem. Is het dat? Dezelfde kapper als Geert Wilders. Ja, alleen niet anders. Petertje. Sinterklaas is een beetje zorg. Oh, is het van dat is een stuk staf. Ga maar eens even op je knietjes zitten. Dan zit je een beetje op gelijke hoogte. Kom eens je ziel, Peter. Ik heb er een gedichtje bij gemaakt. Petertje, Petertje, Petertje. De domheid van ons groen Petertje. Onze doe-het-zelve paste wel erg ruim. Zijn favoriete televisieserie is dan ook Eigen Huis in Puin. Zelfs het klussen met Peter diep uit de klauwen. En smachten naar de nieuwe server was nog niet meer te houden. Wij hebben gekozen. Maar Peter trok zijn eigen plan en hobbelde naar voren. Zelf dokter Spock zegt dat deze vader niet spoort. Sint is blij dat hij Laurent in levende lijven weer kan ontmoeten. Want tegen veilig opvoeden zegt deze knuller de groeten. Een ongeluk komt nooit te laat, maar altijd te vroeg. Beste Peter. Voor jou is hamertje dik nog niet veilig genoeg. Om verder leed in huizen buren maar te besparen. Hier iets om in het vervolg al je klussen veilig te klaren. Gereedschap moet je nooit laten slingeren, om. Laat anders die daar het zelf het kluswerk maar doen. Nou, je krijgt ook wel wat hoor. Kijk eens.
stik. Aan zie ik
Oh, heb je het? Oh, wat mooi. Dank je wel, Meerte. Voor Sinterklaas, kijk eens. Ken jij niet, hè? Zo mooi. Nee. Mooi, hoor. Vorig jaar had jij nog de dans met mij, weet je nog? Ja, hè? Dat ging heel goed, hè? Ja, we Sinterklaas zijn weer een jaartje ouder. Dus ze worden allemaal van die stijve, stramme poten. Benen, ik dacht, hè? Nou, kijk eens. Elise. Nou. Laura. Laura. Kom eens bij mij zitten.
Reach.